Goedemorgen. Of eigenlijk voor mij is het morgen, voor mij is het heel vroeg. Ik ga ook niet heel hard praten, want het is denk ik 7:30. Zoals je ziet ben ik in Italië nog en het leek me heel leuk om hier mijn shoplogs op te nemen. Ik had eigenlijk bedacht in de slaapkamer, want het licht is daar super mooi. Alleen het is nu een beetje donker, dus ik hoop dat ik mijn beauty shoplog daarop kan nemen. Maar de fashion komt hier. En ik ga ook foto's erbij doen waarin je ziet dat ik het aan heb. Laten we beginnen. Ik heb geshopt bij de Zara, Stradivarius en de Pull&Bear. Dus we gaan beginnen met mijn favoriet, de Stradivarius. Als eerste wilde ik een outfit voor mijn verjaardag hebben. Ik was gisteren jarig en gisteren zijn we dus gaan shoppen, maar ik ga het nog in Nederland vieren. Oh, sorry, mijn beeld is een beetje, het staat op babyvoeding, op een tafel, op een soort koekjes en nou ja, ik hoop dat het een beetje overkomt. Anyway, ik ga dus mijn verjaardag nog vieren als ik thuis ben. Het leek me leuk om daar een outfitje voor te scoren en het is dit jurkje geworden. Het is een losvallend soort metallic zilveren jurkje. En deze ga ik dan niet losdragen, maar er komt zo nog iets bovenop. En dit jurkje was, even kijken, 20 euro. En ik vond het wel een heel lekker losvallend dingetje. Dit is dus heel feestelijk, maar ik had bedacht dat ik dit er overheen ga doen. Kijk waar het is. Er zijn echt hele rare dingen van me denken. Dat dacht ze gisteren al toen ik al mijn kledingshots aan het opnemen was. Maar goed, maakt niet uit. Dit blouseje wilde ik er overheen doen. En dit is gewoon een kaki groen blouseje. En ik dacht, dat staat dan wel, dat kan je natuurlijk nu niet heel goed zien. Maar dat zie je wel in het shot, want dan heb ik ze samen aan. En ik dacht, dat staat dan wel, dat kan je natuurlijk nu niet heel goed zien. Maar dat zie je wel in het shot, want dan heb ik ze samen aan. Ik dacht, dat doe ik er dan zo overheen. En dan heb je zeg maar, is het stoer en chic zeg maar. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ik zag op de paspop iets soortgelijks. Niet helemaal dit, maar ik had bedacht dat ik dit heel leuk zou vinden. En dit is dus een kaki groen blouseje. Het is een beetje van een soort zachte stof, of legergroen, ik weet niet hoe ze dit soort groen noemen, met zakjes. Het was wel grappig trouwens, want ik was door het schap aan het kijken welk, zeg maar, waar dit blouseje hing, welke maat ik wilde. En het zag dat er heel veel kleurverschil was. Dus ik heb uiteindelijk zeg maar een beetje een, ja, zeg maar een beetje de niet al te groene, maar meer grijsgroenige variant gekozen. Ik hoop dat het niet al te veel last van tegenlicht, maar ik dacht dit is wel een hele mooie plek om dit gardemeer op de achtergrond om te filmen. Maar de zon begint vrij heftig te schijnen. Maar deze vond ik dus wel heel cool. En dan met de mouwen opgerold en dan over het jurkje. En je kan hem natuurlijk op heel veel manieren dragen. En deze is 26 euro. Dan iets heel anders. Maar wel glans. En dat is dit shirtje. En dit is een beetje een met een soort blouseje zeg maar eronder. Een beetje faal. En dan is het een beetje, nou, een klein beetje doorschijnend, maar niet heel erg. Ja, zo lijkt het erger dan het is met tegenlicht. Maar het is een beetje wit met grijs. En het heeft een zilveren glansje er doorheen. En dit vond ik wel heel mooi. Gewoon een basic shirtje. Ook gewoon lekker voor naar het werk. En deze was 12,95, dus 13 euro. Dan, ik kreeg wel een beetje een groene bui. Ik weet niet waarom. Ik zag namelijk dit shirtje. En dit vond ik ook wel heel mooi. Het is gewoon een beetje een wijdvallig modelletje. Zoals je ziet lijkt hij heel doorschijnend. Het valt wel mee in het echt. Maar hij is strak bij de mouwen en dan verder valt hij gewoon lekker los. En op de rug heeft hij dan ook zo'n naad die je ook aan de voorkant hebt. Dat vind ik altijd wel mooi, dat maakt het dan net iets verlengder, zeg maar. En dit is gewoon een fijn basic shirtje. En het is niet een, het is wel een beetje een soepele, zachte stof. Deze was ook 13 euro. En ik had bedacht dat ik het leuk vond om daar deze ketting op te doen. Ik draag eigenlijk bijna geen sieraden meer sinds Niels, want die trekt mijn haar al uit mijn hoofd, laat staan, oorbellen en dat soort dingen. Maar dit is vrij chunky ketting en daar mijn werk zo kan het op zich wel. Alleen als ik hem dan weer op moet halen of zo, dan is het gewoon niet zo handig. Dus ik had bedacht dat ik dit wel leuk vond. Ik weet niet of het helemaal overkomt op beeld zo. Maar ik dacht, oh, dan moet ik even deze weg. Zo, hoppa. Dat dit dan wel leuk was. Maar goed, dit kan natuurlijk bij van alles. Ik vond het wel leuk met die soort ringetjes eromheen. Een beetje mat gouden ringetjes. Mat roze goud eigenlijk. En dan een soort gevlochten leer. En deze was 13 euro. En dan kocht ik als laatste bij de Stradivarius een nieuwe spijkerbroek. Ik heb mijn favoriete spijkerbroek. Die is gewoon, die was zo gaar dat die gewoon hier zo gewoon is gescheurd. Gewoon omdat de stof gewoon bijna doorzichtig was. En dat, ik dacht al, hij zit echt super comfortabel. En ineens dacht ik, hij zit wel heel dun. En toen kwam ik thuis van het werk. Toen zei Sven en Karin. En toen was het gewoon aan beide kanten helemaal open. En als je hem dus zo hield, dan kon je gewoon naar alles erheen zien. Maakt niet uit.
Maar ik ben voor deze gegaan. Dit is de Special Denim bij Stradivarius Skinny. En de Skinny Pitello. Of zoiets. En dat is deze. En ik laat hem aan nog even zien. Maar hij zit echt super mooi. Ik vind de broekspijp ook een hele mooie lengte hebben. En dit zijn de kontzakken. En ja, ik ben gek op spijkerbroeken, zeg maar, van de Stradivarius en van de Bershka. De Bershka hebben ze tegenwoordig vaak wat meer scheuren, zoals iets jonger, zeg maar. Dus dit is gewoon een mooie die ik ook gewoon naar mijn werk aan kan. En dat vind ik wel fijn. Dus dat was alles van de Stradivarius. Ga ik dat weer even in de tas doen. Zo. Oh, ik heb trouwens geen make-up op, mocht iemand het zich afvragen. Leuk om even te noemen. Want het is dus hartstikke vroeg in de ochtend. En we gaan straks lekker zwemmen. En ik heb eigenlijk gewoon geen make-up de hele tijd als ik ga zwemmen. Terwijl ik dat vroeger wel altijd deed. Maar het is gewoon... Je komt er niet aan toe met zo'n kind. Het is... Nou, ik kan wel natuurlijk. Ik kan er tijd voor maken. Maar ik vind het dan op vakantie dat ik denk... Ja, ik ga gewoon lekker zonder. Maak het mij uit. Dan Pull&Bear. Waar ik niet heel vaak slaag. Maar nu echt hele leuke dingen kocht. Als eerste dit jurkje. Dit is een gestreept jurkje van een soort joggingstof. En valt heel los. Alleen de mouwtjes vallen strak. En dit zit echt zo comfortabel. En ik had bedacht dat dit wel heel cool is met overknee laarzen. Die heb ik. Maar ik vind altijd dat ik heel erg moet opletten dat het niet... met hoe ik eruit zie, zeg maar, dat het niet ordinair wordt. Dus ik vond het wel... Dit leek me wel heel leuk. Zo'n lekker wijd ding. En dan van die boots eronder. Dus deze. En deze was 20 volgens mij. Ja, 20 euro. Ik heb trouwens meestal een S of een M van dingen. Dit is een S, maar meestal heb ik van jurkjes een M omdat ze anders te kort vallen. Maar deze kon wel, want deze heeft een vrij lange achterkant. En dan mijn favoriet. Oh, en dat is deze. Dit is, en deze heb ik dan wel een M. Dit is een grijs, wijd uitlopend jurkje. Met zo'n klokkend model met hele lange mouwen. En hij is zo zacht. Oh. Volgens mij hebben ze deze niet in meer kleuren, maar anders wil ik hem echt in meer kleuren. Hij is echt heerlijk zacht en, ach man, echt een fantastisch jurkje. En deze was maar 18 euro en ik weet zeker dat ik deze echt heel vaak ga dragen. Ook leuk trouwens met die overknee laarzen. En als laatste kocht ik daar een tas. En dat is deze. Ik zei dat ik iets met groen had. Ik weet niet of je hem een beetje kan zien in het tegenlicht. Maar het is een groene nepsuede dan tas. En ik vond, hij is vrij groot, maar ik vond hem echt zo leuk. Hij is, nou, dit is altijd de test die ik doe. Als ik me al langer volg, dan weet je dat. En gewoon een mooie rits. Heel simpel, heel classy. Maar ik vond hem gewoon heel mooi. Hij is vrij groot. Maar ik hou wel van grote tassen. En ik vind hem erg mooi. En deze was 36 euro. Wat ik wel vrij aan de prijs vond. Maar hij ziet er wel echt heel... luxe uit. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik had ook bedacht, dat zal het zeg maar mijn verjaarscadeautje voor mezelf. Dan als laatste was ik bij de Zara. Even kijken, de tas ligt hier beneden. En daar kocht ik dit shirtje. Als laatste de Zara, daar kocht ik dit shirtje. Waarvan ik niet had gezien, en dat zie ik dus nu, dat die 40 euro was. Ik heb denk ik een ander prijskaartje toen ik aan het kijken was welke maak. Ik heb denk ik een ander prijskaartje in mijn hand gehad. Nou, ik weet niet of ik het dan helemaal had gedaan. Maar ik vind hem wel heel mooi. Het is een beetje een iets korter vallend, maar niet heel cropped hoor. Maar iets korter vallend, wijd vallend blouseje. Oh, nu heb ik wel heel veel zon. Bear with me. Met een beetje zo'n vleermuismoutje. En hij staat echt heel mooi en chic. En ik dacht, het is en leuk voor naar het werk en leuk voor bijvoorbeeld uitgaan. En hij heeft aan de achterkant heeft hij zo'n klein beetje open dingetje. Maar goed, hij was dus 40 euro. Dat had ik niet helemaal bedacht. Ik heb hier een S'je van trouwens. Dus deze. En als laatste kocht ik daar. Dat is ook maar goed, want de zon wordt nu al heel fel. Even uit de tas pakken. Deze sjaal. Ik ben gek op sjaals van de Zara. En dit is een sjaal met allemaal strepen. Nou, vrij grote strepen. Met een beetje beige, een beetje groen, een beetje... Nou, ik weet niet wat het allemaal voor kleuren zijn. Gebroken wit. En zo'n hele lekkere grote, je zou het met dit weer niet zeggen, maar een hele lekkere grote sjaal. En deze past heel leuk. Ik heb een jas, die is een beetje beige met zwarte leren mouwen. En ik dacht, deze sjaal past daar echt heel mooi bij, denk ik. En dat breekt ook een beetje, want de kleur beige is net een beetje, of tenminste, ik dacht dat hij meer cognac was, maar hij is net iets meer beige. Waardoor dit, zeg maar, past dan net iets beter bij mijn gezicht. Dus ik had bedacht dat dit wel een hele mooie combi was.
Dus deze sjaal. En dat is alles wat ik kocht. Oh, deze sjaal was trouwens 22 euro volgens mij. Ja, 22 euro. Dat is alles wat ik kocht. Ik ben er echt super blij mee. We shoppen eigenlijk niet zo heel vaak meer. Dus ik vond het wel even heerlijk. Het was wel een beetje chaotisch met Niels en zo. Maar het was toch wel weer heel leuk. Ik ben heel blij met mijn aankopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik in deze sfeervolle omgeving mijn filmpje opnam. Dat je het een beetje kon zien. Maar ik heb ook outfitfoto's gemaakt. Wel 's avonds. Wel met publiek. Dus het moest al een beetje snel. En ook vooral voordat het donker werd. Maar ik dacht, want wij vertrekken morgen. En ik dacht, dat ga ik gewoon nooit meer redden. Want vanavond moet ik inpakken. En nou, ik dacht, we gaan het gewoon zo doen. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! De mannen in bad springen.